Mijmaasduinen, een podcastserie met verhalen uit eigen regio. Het is de week van de Dutch Grand Prix, oftewel Zandvoort stroomt helemaal vol met autosportliefhebbers. En een van die autosportliefhebbers heeft misschien wel de meest begeerde job die we kunnen bedenken. En dat is René de Boer uit Kevelaar. René, goeiedag. Welkom hier in mijn nederige studio. René, vertel eventjes, wie ben je en wat ga je doen? Ja, wie ben ik? Ik ben René de Boer inderdaad. Ik ben actief als autosportjournalist internationaal al een jaar of 30 ongeveer. En voor diverse media in binnen- en buitenland. Een van de oprichters van de website autosport.nl. Daarnaast ook jarenlang actief voor De Telegraaf, voor het Engelse magazine Autosport, voor een tijdschrift in Japan en vele anderen. En de organisatie van de Grand Prix op Zandvoort heeft mij gevraagd of ik het Nederlandse commentaar wil doen komend weekend. Dus dat betekent 4 dagen lang van donderdag tot en met zondag op Zandvoort als speaker aan de bak. Ja, en dan is het Nederlandse commentaar, dat is echt de circuit speaker. Het is niet zeg maar het commentaar wat we op de televisie of de radio kunnen horen, maar het is echt het live wat daar gebeurt. En hoe kom je bij zoiets? Krijg je een belletje? Moet je ervoor solliciteren? Hoe is zo'n procedure? Ja, ik kreeg inderdaad een belletje vanuit de organisatie van de Grand Prix. Dat is Erik Weijers, die is sportief directeur van Circuit Zandvoort. En die belde in, ik denk, mei op van, ja, we zijn op zoek naar een Nederlandstalige speaker. Voor het circuit inderdaad, op het circuit. Dat staat volledig los van radio en televisie. Het is dus puur voor de mensen die naar het circuit komen. Dat zijn er 105.000 per dag. Dus 3 maal 105.000 van vrijdag tot en met zondag. Dat gaat echt serieus worden. En op het moment dat er auto's op de baan zijn, dus dat is zowel de Formule 1 natuurlijk als hoofdact, maar ook de Formule 2 als voorprogramma en de Porsche Mobile One Super Cup, die ook rijdt in het programma, daar doe ik dan het commentaar. En dat doe ik samen met een Engelse collega, dat is Bob Constanduros. Die kennen waarschijnlijk de meeste mensen wel van de Formule 1 televisieuitzendingen. Dat is die man die altijd zo prachtig champagne roept, ja, aan het einde van de uitzending. Als de prijzen worden uitgereikt. En Bob, ja, die ken ik. Dat is een autoriteit. Die doet dat al 50 jaar. En die heeft sinds 1973 geen Grand Prix meer gemist. En hij doet het in het Engels voor het internationale publiek. En ik mag dat in Nederlands doen. En ik vind het een bijzondere eer dat ik daarvoor gevraagd ben. Het is echt heel leuk. En voor mij als autosportliefhebber natuurlijk, het is mijn werk, maar het is ook zeker mijn passie. En ja, is het gewoon echt een enorm leuk iets om te doen. En ik kijk daar bijzonder naar uit. Ja, het is niet de eerste keer dat je circuit speaker bent. Heb je de andere raceklasses, heb je dat al vaker toch gedaan? Absoluut, al jaren. Bij incidenteel, de laatste keer dat ik speaker was op Zandvoort bij een race dat Max Verstappen meedeed, toen won die. Dat was toen hij nog in de Formule 3 reed. In 2020. Nu leg je de lat hoog, hè? Misschien dat een goed voorteken is, inderdaad. Het is helemaal geen druk of zo. Maar goed, in alle eerlijkheid, kijk, je moet het natuurlijk eerst doen. Je moet geluk hebben, er moet niemand tegen je aanrijden, er moet niemand in de weg rijden. Alles moet heel blijven. Het is een technische sport, dus daar kan ook altijd wat kapot. Maar in alle eerlijkheid is Max natuurlijk echt hooglopend favoriet om dit weekend voor de derde keer, het derde jaar op rij in Zandvoort voor eigen publiek te winnen. En ik moet zeggen, dat zou natuurlijk wel heel fantastisch zijn. Ik heb dat in de Formule 3 inderdaad jarenlang gedaan. Dus uit die tijd en ja, zelfs al eerder ook door zijn vader ken ik Max Verstappen zelf ook goed. En het is prachtig om daarbij te kunnen zijn en dit mee te mogen maken. Kun je dan nog wel als allround speaker nog helemaal objectief zijn? Ja, ik ben in eerste instantie autosportliefhebber en niet iemand die zegt van ik loop nu achter autosport aan omdat toevallig een Nederlandse rijder daarin succesvol is. Wat ik al zei in de introductie, ik ben eigenlijk al 30 jaar actief voor media in binnen, maar vooral in buitenland. Van Australië tot Japan en van Amerika tot Brazilië. Dus wat dat betreft kijk ik niet specifiek door een oranje bril. Natuurlijk is het leuk vanuit Nederlands perspectief als een Nederlander daarin wint. Maar wat ik graag wil zien en waar ik me op verheug is gewoon een mooie wedstrijd, een goede race, goede competitie. En dat is waar ik het meest naar uitkijk. Nu is het natuurlijk de afgelopen jaren, mede door Max Verstappen, is het een echt een hype geworden. Hè? Alles wat rondom Formule 1 en zo. Doet dat zeg maar de lagere klasses een beetje, gaat een beetje ten koste van de,
de lagere klasses? Of kunnen die daarop meeliften? Want je bent ook zeker in de DTM en zo heb je heel veel voelsprieten. Is het zeg maar... is het wat er allemaal gebeurt heel positief voor de autosport in het algemeen? Of zeg je van, nou, het is echt een groepje wat achter, zeg maar, wat je net zei, achter Max Verstappen aanhobbelt en dan valt er een gat? Ja, ik denk dat je twee dingen moet onderscheiden erin. Je hebt voor jonge jongens, met name, maar meisjes natuurlijk net zo ook, is het wel bijvoorbeeld een motivatie. Die zeggen niet zozeer van, ik ga op voetbal, maar die roepen nu van, ik wil op Formule 1. Dat hoor ik echt van mensen die kartbanen en dat soort dingen hebben. En zoals Michel Blekemolen, de kartbaan in Meidrecht en in Delft en in Amsterdam. En ook de kartbanen van Van de Ende en ja, goed, waar dan ook. Dus echt op woensdagmiddag, als er geen school is of in het weekend, kartcursussen voor jonge kinderen. En dan praat je echt, dat begint vanaf een jaar of 6, 7 ongeveer, als ze met hun voeten gewoon goed bij de pedalen kunnen. Dat zit altijd vol. De belangstelling daarvoor is enorm. Jonge kinderen vinden Formule 1 gaaf. Die willen op Formule 1. Dus ja, dan begin je met karting, heel klein. Die fascinatie is er wel. Maar dan de doorgroei te maken van de karting richting de autosport. De grote autosport, zeg maar. Met of formulewagens of tourwagens met een dak erop. Of GT's, lange afstandsraces. Dat is natuurlijk best lastig. Kijk, als je goed kunt voetballen, dan ga je op een voetbalclub. Dat kan overal. Als je tennissen wilt, dan kun je dat doen. Dat kost in verhouding niet zoveel, dat is allemaal goed te doen. Maar ja, autosport is al vrij snel, dat is inherent aan de tak van sport die het is al vrij snel kostbaar. Dus niet iedereen kan ook die stap maken. Dus je ziet de populariteit van de autosport als kijksport. En als, nou ja, het karten, dat is natuurlijk heel laagdrempelig. Dat kunnen veel mensen doen. En dat kan je ook op allerlei banen in binnen- en buitenland, kun je daarvoor terecht. Dus als kijksport is dat populair en op recreatief niveau. Maar echt dan de overstap te maken naar de grote autosport, dat is best een lastig iets. Ja, als ik aan jou vraag, wat vind je zelf, zeg maar, een mooie klasse om te kijken en te volgen? En dan even geen Formule 1. Nee, dat wat ik zei. Ik bedoel, Formule 1 is natuurlijk de top in de zin van... Koningsklasse. Meest technologisch geavanceerd, de hoogste snelheden. Dus wat dat betreft is Formule 1 de absolute top. Daar is weinig discussie over. Maar wat ik daarnaast persoonlijk het mooiste vind, en dat eigenlijk al sinds tientallen jaren, is de lange afstandsracerij in de sportwagens. En dan moet je met name denken natuurlijk aan de 24 uur van Le Mans als voornaamste uithangbord. Dat is meer een teamsport. Die rijders die rijden altijd met z'n tweeën of z'n drieën. Le Mans natuurlijk altijd met drie rijders en met prototypes. Met geavanceerde technologie, met hybride motoren. Maar ook met GT's, dus ja, auto's die herkenbaar zijn als een Porsche 911 of wat dan ook, een Ferrari, straatauto's, sportwagens. Maar die competitie, en als je dan de strategie volgt van die races en hoe een team zo'n race opbouwt, 24 uur lang, wat er allemaal mis kan gaan. En er gaat altijd iets mis. Dus het gaat er eigenlijk om wie in 24 uur de minste fouten maakt en de minste problemen heeft. En die problemen ook het meest efficiënt oplost. Dat vind ik persoonlijk de mooiste tak van autosport om te zien. En dat volg ik ook al jaren heel intensief. Is het nou zo dat, want je gaf het net aan, ja, er worden fouten gemaakt, ongelukken gebeuren. Is het nou voor jou dadelijk al als circuitspeaker, hoop je dan eigenlijk ook wel op een kleine crash bij de start of op een veel inhaalacties, dat je wat meer beleving in je commentaar kan geven? Ja, dat zijn twee verschillende dingen. De inhaalacties wel, graag. Tuurlijk, het is altijd mooi als je een wedstrijd hebt waar veel actie is. Ik ben persoonlijk geen fan bijvoorbeeld. Je hebt in Formule 1 iets, dat is een kunstmatig iets, dat heet DRS. Dat is het Drag Reduction System. Dat betekent dat ze de achtervleugel een beetje naar beneden kunnen klappen, waardoor de snelheid hoger wordt, waardoor je meer inhaalacties krijgt. Dat is allemaal een beetje kunstmatig om de show goed te houden. Ben ik persoonlijk als purist geen voorstander van, maar het is voor de show wel goed. Crashes, dat hoeft wat mij betreft niet. Ik ben niet iemand die de tv aanzet om te zeggen van, ik hoop dat er een ongeluk gebeurt of zo. Dat is, Nee, maar het is natuurlijk wel de spanning die er is. En ieder klein foutje kan al genadeloos worden afgestraft. En ik kan me voorstellen dat je als speaker heel snel moet...
moet kunnen anticiperen op datgene wat er gebeurt op de baan. Er ligt geen draaiboek klaar voor je wat je moet gaan zeggen, neem ik aan. Nee. Dat kun je ook niet echt voorbereiden. Je kunt je natuurlijk inlezen. En natuurlijk, ik heb wat dingen, natekeningen, statistiek en historie van alle rijders. Maar natuurlijk, het ontwikkelt zich voor je ogen op het scherm. En wat je ziet buiten gebeuren. En daar anticipeer of daar reageer je op. Daar geef je commentaar op. Maar goed, ja, het hoeft niet per se dat de stukken eraf leren, maar gewoon een tactisch goed gereden, strategisch goed gereden race kan ook heel leuk zijn om te volgen. Er was gisteren DTM, Duits GT-kampioenschap op Lausitzring. En er was een wedstrijd waar Bortolotti in een Lamborghini en Veller in een Audi gewoon 40 ronden echt achter elkaar op het scherpst van de snede reden. En dat was iedere keer zat daar 1/10, 2/10 maximaal tussen. En dan is de vraag, Veller was eigenlijk sneller. Maar de bijkomen is één ding, de voorbij is natuurlijk een ander verhaal. Dus dat was heel spannend. Van lukt het wel, lukt het niet? Strategie, fouten maken, mensen onder druk zetten, pitstops die een rol spelen. En ik moet zeggen, ja, ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten. Dat was geweldig om te zien. Dus dat kan altijd. Daar kijk ik zeker naar uit. Ik ben op dit moment, terwijl we dit opnemen, zit ik 12 kilometer van het circuit vandaan, Noordwijk. Het weer is hier nu prachtig, maar er wordt gezegd dat er het weekend ook een drup regen dat we kunnen verwachten. Maakt het dat spannender? Dat maakt het zeker spannender. Ik hou dat ook zeker wel een beetje in de gaten. Het wordt niet te warm, ik denk graad of 20, dus wat dat betreft lekker raceweer. En af en toe de kans dat je een bui hebt is natuurlijk altijd wel een onverwachte bui, dat zijn de leukste, hè? Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Dat is, hè, als het in één keer dat risico is op Zandvoort misschien iets minder groot dan op een circuit als Francorchamps bijvoorbeeld in de Ardennen, waar het altijd qua weer redelijk onvoorspelbaar is. Maar als je een onverwachte regenbui hebt en dan de vraag van, nou ja, is het nat genoeg om te wisselen naar regenbanden of is het net nog droog genoeg om op sliks te blijven? Dus banden zonder profiel, dat maakt het spannend, absoluut. René, sinds jij te horen hebt gekregen dat jij de Formule 1 mag gaan verslag geven op het circuit, heb je veel vrienden erbij gekregen die ze hebben gezegd, zal ik je tas dragen? Nee, dat valt eigenlijk al mee. Ze weet inmiddels wel dat ik heel goed mijn eigen tas kan dragen. Dus dat, nee, dat valt wel mee. En ja, in alle eerlijkheid, het is uitverkocht. Het was natuurlijk al heel lang van tevoren uitverkocht. Wat ik zei, 105.000 bezoekers per dag. Ik heb geen toegang tot extra kaartjes. Ik heb geen mogelijkheden om mensen stiekem mee naar binnen te sluizen of wat dan ook. Dat is, dat kan me wel voorstellen dat het pasje wat jij straks om je nek hebt hangen, dat een begnadigd pasje is. Ik denk dat daar redelijk, het zal niet access all areas, maar het komt denk ik wel redelijk in de buurt. En ook de Formule 1 paddock en dat soort dingen. En wat het leuke is, dat ik natuurlijk in het verleden, met Max Verstappen, maar ook met een heleboel anderen, met Lando Norris en Esteban Ocon en noem allemaal op. Ik heb al die jongens eigenlijk in de Formule 3, met name vroeger ook meegemaakt en met hun gesproken en gespeakerd en gepresenteerd. Dus het is leuk om iedereen daar weer te zien in deze omgeving. En dan natuurlijk speciaal in eigen land in Zandvoort. Dat is iets waar ik erg naar uitkijk. Nou, René, ik ga jou heel veel succes wensen tijdens de Dutch Heineken Formule Grand Prix van Zandvoort. Zo zeg ik het goed, hè? Ja. Of niet? Heineken Formula One Dutch Grand Prix. Kijk, je hebt geoefend. René, heel veel succes. En we gaan de Grand Prix beleven. En hou ons op de hoogte voor mochten leuke dingen ontwikkelen. Absoluut, dank je wel. Heb jij ook een leuk verhaal? Meld je dan aan via redactie@maasduinencourant.nl.